De staatsobligatie is met 60% gedaald. Dit zei econoom Steven Debbie Persat gisteren op de maandelijkse bijeenkomst van de Kenniskring. Het onderwerp van deze maand was de effecten van de downgrading, de valutaschaarste en het coronavirus op het bedrijfsleven. De daling van de waarde van de staatsobligatie is een direct gevolg van de laatste downgrading van Suriname door Standard & Poor's. Het ratingbedrijf bracht de kredietwaardigheid van ons land van B naar CCC+. Steven Debbie Persat, DSB-directeur Steven Coutinho en fiscalist Anouska Nabibaks waren de gastsprekers van de avond. Debbie Persat gaf een uiteenzetting over de gevolgen van de downgrading. Elk moment dat er dus nieuws komt, van eigenlijk elk moment dat er slecht nieuws komt, gaat de waarde van de overheidsobligaties sterk onderuit. Hier heb ik eventjes een roetpijltje gezet. Dus het enige moment dat de obligatie een beetje klom was, toen er goed nieuws was door de fonds van een ontzettend grote voorraad, redelijk grote voorraad aardolie voor de kust. Het is dus inmiddels geen geheim meer dat het economisch slecht gaat met ons land. En eigenlijk heel slecht gaat met ons land. We leven midden in een situatie, midden in een crisis. En elke burger van Suriname voelt deze crisis dagelijks. Niet alleen hebben verschillende Surinaamse economen dit in de afgelopen periode aangetoond op verschillende podia. Maar ze hebben ook tij en ontij geadviseerd hoe je hieruit zou kunnen komen en om het tijd te keren. Echter is niets daaraan gedaan. Tijdens de discussie kwamen ook de vele leningen van de regering Bouterse ter sprake. De afgelopen 10 jaren heeft de regering miljarden US dollars geleend. Deze middelen zijn echter niet in de productiesector terechtgekomen. Ik ben heel voorzichtig namelijk, ik ben het altijd geweest met het vingerwijzen. En ik blijf daar een beetje bij. Als we even kijken naar de hyperinflatieperiodes die wij gekend hebben tussen de jaren 90 en 95, daar was op een gegeven moment geen NDP mee gemoeid. En geloof me, ik ben zeker geen NDP-fan. Dat is niet degene wat ik zeg. Nog ben ik enige fan van enige andere politieke partij. Ik ben heel neutraal hierin. Het enige wat ik doe is ik maak constateringen. Ik moet ook tegelijkertijd ook Jim Boussait ondersteunen met hetgene wat hij aangeeft. Inderdaad, de afgelopen 10 jaar, als we even kijken naar de leningen die genomen zijn, en even kijken hoe productief zijn ze uiteindelijk toegewend in deze economie. Als de berichten inderdaad zo kloppen, dat er meer dan 3 miljard geleend is in de afgelopen decennia. Ik kijk om mij heen en ik kijk even naar de ziekenhuizen, en ik kijk even naar de scholen, en ik kijk even naar een aantal zaken die gewoon absoluut een must zijn om deze economie stevig te maken. Dan vraag ik mij wel inderdaad af, waar is het geld voor gebruikt? Directeur van de Surinaamse Bank Steven Coutinho gisteren op de maandelijkse bijeenkomst van de Kenniskring. Er is gesproken over de effecten van de downgrading, de valutaschaarste en het coronavirus op het bedrijfsleven.